Thuis, goedenavond en welkom bij deze actie, ook in Eindhoven. We zitten in het evenementengebouw, dat heet tegenwoordig het beursgebouw. En straks gaat hier inderdaad een concert plaatsvinden van BZN. Jan die is er ook al bij. Mensen hebben hier allemaal spontaan toegezegd om ook mee te doen aan de actie Help de Russen de Winter Door. Wat gaat het vanavond worden, Jan? Nou, ik hoop dat het een hele goede avond wordt en dat de Russen dus... Dat het goed wordt met de Russen. Dat ze de winter doorkomen. We krijgen giften hier al meteen op het podium. Ik denk dat het helemaal prima gaat hier in Eindhoven. Ja, leuk hè, zo'n rondje. We gaan weer eens even kijken hoe het daar staat. Om te beginnen naar Eindhoven, waarbij het concert van BZN nog steeds Veronica-collega Erik de Zwart is. Dat klopt inderdaad, Astrid. Welkom hier. En ja, je hoort het en je ziet het al op de achtergrond. BZN is begonnen aan het concert. Gaat het later vanavond duren. En de mensen zijn hier spontaan uit de rijen gekomen om al in deze bussen geld te poneren voor de Russen. Ga je gang hoor, zou ik zeggen. Waar komt u vandaan, mevrouw? Ik kom uit Oorschot. U bent hier vanavond voor een gezellig avondje. Ik ben met 3 schoonzussen vanavond gezellig uit. BZN, een van uw favorieten? Een van mijn favorieten, ja. Ja, nou, een vraagje even tussendoor. Hè. We hebben die landelijke actie vanavond. Heeft u nog wat klein geld toevallig bij u? Dat heb ik, ja. Wilt u dat in de bussen stoppen voor de Russen? Dat zal ik wel doen, ja. Kijk eens aan. Nou, dat is mooi. Een spontanere medewerking kunnen we natuurlijk niet verwachten hier in het evenementengebouw. Tenminste, zo heette het vroeger tegenwoordig het beursgebouw in Eindhoven. Strakjes komen we ook nog even terug met BZN, met een heel liedje. Maar misschien kunnen we nu even een klein voorproefje daarvan alvast geven. Wat een zegen. Dat zouden ze eigenlijk moeten zingen. 2,9 miljoen, dat is fantastisch. Er wordt in Eindhoven wordt er nog steeds gevoetbald. We gaan over naar Evert ten Apel van de NOS. Erik de Zwart. Veronica Omroeporganisatie, die zit bij BZN en is het daar gezellig? Nou, het sfeertje zit er hier wel in Eindhoven, in het voormalige evenementsgebouw. Tegenwoordig heet dat het beursgebouw. Dames en heren, geniet u een beetje van BZN? Ja! 3000 enthousiaste fans van BZN, maar dat is niet het enige. Het zijn ook mensen die allemaal bereid zijn om hun bijdrage te geven aan de actie Help de Russen de Winter Door. Hiervoor wordt spontaan het zakgeld van de kinderen en van gelukkig ook de wat ouderen in de bussen gedeponeerd. En we zijn zeer benieuwd wat dat vanavond aan het einde van de avond op gaat leveren. Dan zal ik Jan en Carola vragen om de eindstand hier in Eindhoven bekend te maken. Maar uiteraard, een concert van BZN mag niet voorbij gaan, zo ook op de Nederlandse televisie, voordat ze zelf een liedje gedaan hebben. Hier zijn ze met een, je zou het bijna kunnen zeggen, een persiflage op de Star Sisters met hun Stars on 45. En in dit geval Jan en Carola, Star Sister en Star Brother. En het is toch wel heel frappant om de Stars and Stripes te zien bij de Hamer in de Sikkel. Hier zijn ze, BZN! Zo, dat gaat lekker. Nou, we gaan naar Erik de Zwart van Veronica. En hij zit bij BZN. En ze zitten in Eindhoven. De voormalige evenementenhal. Het is hier een gezelligheid. Van heb ik jou daar geweest vanavond? BZN heeft een concert gegeven. Er waren hier bijna 3000 mensen. Jan, wat denk je? Hebben ze zich vermaakt vanavond? Ik dacht het wel. Het was weer echt fantastisch. Jongens, laat jullie eens nog horen.
Het is net een beetje alsof ze straf hadden dat ze nog even nagebleven zijn, hè, Carol? Ja, dat lijkt erop. Maar... Het is een gezellige avond geweest en daar gaat het natuurlijk om. Tussendoor hebben jullie erg veel aandacht aan de actie besteed, hè? Ja, we hebben heel veel omgeroepen en ik hoop dat de mensen in Eindhoven... Ik heb de bussen nog niet bekeken, maar dat het goed gevuld is voor Rusland. Nou, ik kan je vertellen dat in die bussen, we hebben even een grove schatting gedaan... er zit tenminste 5000 gulden in. Dames en heren, geeft u zichzelf maar even een applaus. Ja. En we hebben nog wat extra gekregen. Er zit hier ook regelmatig een beurs voor Zuid-Nederland. En die heeft ook geheel vrijwillig 1000 gulden ter beschikking gezet. Dus dat is gesteld, dat is meteen 6000 gulden. Nou, belde mijn broer vanavond op. Die heeft een café in Amsterdam, Café Maarten. En daar hebben ze ook een inzameling gehouden. Dat levert ook nog weer 1000 gulden op. Dus dat doen we erbij. 7000. En... Erik, wij als BSD willen niet achterblijven. Wij maken het gewoon even rond tot 10. 10.000 gulden, dames en heren. Nou, wij genieten nog een beetje na hier in Eindhoven. En we hopen dat die 10.000 gulden ook op de juiste plaats daar in Rusland terechtkomen. Hartstikke bedankt allemaal. Dankjewel, Erik, voor je laatste bericht.